avonden zaten wij als leden van de filmclub bij elkaar om deze film voor te bereiden. Het eindproduct is het resultaat van een goede samenwerking. Kilometer ten noorden van de stad Bielebeck ontspringt de Overijsselse Vecht. Bomen en bergen, de naam zegt het al, de Baumberge, zo heet het boeiende landschap waarin de Vecht ontstaat. Op de waterscheiding tussen het stroomgebied van Vecht en Berkel borrelen hier en daar kleine bronnetjes op die zacht ineenvloeien tot twee kleine beken, de Boerloe en de Rokkelerbach. Ze vormen samen de Vecht. Langs de havenzate Rokkel stroomt de Rokkelerbach op weg naar het noorden. Stuwen en waterraderen kenmerken de loop van de Vecht en haar zijriviertjes. Zet dwars door de weilanden koers naar een bijzonder fraai kasteel, het romantische slot Daarveld, een van Duitslands schoonste waterburchten. Ook dit watertje, dat mede de slotvijver van het kasteel voedt, vormt een der bronaders van de Vecht. Daarveld is een der fraaiste voorbeelden van de Westfaalse Renaissance. Het hoofdgebouw, toonbeeld van het manierisme, is naar Frans voorbeeld opgetrokken. Slotgracht vloeit het voedingswater van de Vecht verder over een der 12 vervallen waterraderen van hier tot Nordhorn.
Boerlower en Hokkeler Bachten samen. Van hier af aan heet het riviertje De Vecht. Een belangrijke oerbron van De Vecht bevindt zich onder de kerk van Schöppingen. Onze heidense voorouders stichten op deze bron, die zij als een heilige plaats beschouwden, hun offertempel. De eerste christenpredikers knoopten handig bij deze traditie aan en richtten op deze plaats een bedehuis op. De grondslag ervoor werd gelegd door Karel de Grote. Meisters van Schöppingen, zeer bekend schilder uit het begin van de 16e eeuw, versieren de kerk met een bijzonder fraai drieluik dat onder meer de lijdensgeschiedenis van Christus weergeeft. Verlaat fluisterend de kerk. Het vormt een gezegende bijdrage voor zuster Vecht. Van Langenhorst maakten vroeger het Vechtwater productief. Van Welbergen dateert uit het jaar 1000. Een zeer oude zonnewijzer en een der staties van de kruisweg herinneren aan oude glorie. Is een sterke arm, langer en even breed. Tussen Welbergen en One vloeit zij met de Vecht ineen.
zonder zit. Een kerk is het bepaald niet. Een der vele stuwen in de vecht tussen One en Nordhorn. Zij doen de rivier alle eer aan. Immers is de Duitse naam vechten aan de realiteit ontsproten. De vele stuwen, in het oud-Duits vechten genaamd, dwongen de stroom eertijds dienstbaarheid af. Liefderijk in twee van haar armen gekneld. De liefde is wederzijds, immers ook hier verschenen een stuw en een watermolen. Het uit de 14e eeuw daterende klooster Marienwolde, te Frenchwegen, is een stichting van de Broeders der Moderne Devotie, waarvan Thomas à Kempis een der voornaamste leden was. De vechten, zoals de Duitsers zeggen, is hard op weg die laatste eed te verliezen. Hard op weg immers naar de Nederlandse grens, die zij steeds breder nadert. Nederlanders gesticht. En hier is dan het absolute nulpunt van Duitsland bereikt. Nederland begroet de vecht met grenspaal 127. Even nadat de vecht bij Holtheme in ons land is gekomen, treffen we een fraaie meander aan. Een reeds eeuwen geleden afgesneden dode arm, een waar paradijs voor plant en dier. Wordt de vecht steeds breder en waterrijker.
Zij krijgt hier het gezelschap van maar liefst 2 kanalen, dus aan wateroverlast in de winter hier geen gebrek. Stadje Gramsbergen droomt van een luisterrijk verleden. 30 jaar geleden vond men in het vroegere moerasgebied het Mommeriete, een gouden ridderspoor. Deze houdt herinnering levend aan de Nederlandse gulden sporenslag op de 1 augustus 1227. Sallandse en Drentse boeren onder leiding van Rudolf van Coevorden en de Hollandse edelen aangevoerd door Otto II von Liepe, bisschop van Utrecht, kwamen tegen elkaar in het veld, raakten in het moeras. 500 man, onder wie 50 Hollandse edelen, vonden hier een massagraf. Dit gedenkteken getuigt ervan. En dit is de plaats waar de slag werd geleverd. Gemeentehuis van Hardenberg is thans de oudheidkamer gevestigd. Ook de fraai gerestaureerde molen uit de 16e eeuw is bezienswaardig. Romantisch vechtdorp, een der eerst beschermde dorpsgezichten van Overijssel, ligt zwaar van bloesem te dromen te midden van glanzende weilanden die het voorjaar uitbundig vieren. De wandelaars zijn weer ontwaakt in het vruchtbare Vechtdal.
ons op deze schitterende julimorgen met zijn schoon gewassen gemeentehuis met nieuw aangebouwde vleugel aan de vecht met veel marktgedruis. Ommen met zijn twee molens ter rechter en ter linkerzijde van de rivier, met zijn massa-recreatie die er hand over hand toeneemt, ook in de vorm van watertoerisme, viert sedert 1557 op de tweede dinsdag in juli zijn befaamde Bissing of jaarmarkt. De naam is afgeleid van Bisschopsdag. Deze jaarmarkt is namelijk een recht verkregen van de bisschop van Utrecht. Voor de staphorsters geldt hier geen fotografeerverbod, zodat ze een welkome prooi vormen van filmers en fotografen. Niet alle staphorsterboerinnen blijken even schuw voor de camera te zijn. Bij vriendelijke benadering zijn ze zelfs tot een praatje bereid. En dier vinden hier zo hun eigen vertier. Bevindt zich een van de allergrootste stuwen in de vecht. Bezit ook een prachtige meander waar de rust spreekwoordelijk is. Thank you.
hebben bij Dalfsen een der fraaiste, oudste en grootste kastelen van ons land, ligt in het stroomgebied van de Vecht. Met haar zware toren beheerste deze voormalige roofridderburcht het verkeer op de rivier. Dank zij de vriendelijkheid van de kasteelvrouwen mochten wij hier ongeremd filmen. Het overdadige aantal beelden en beeldjes, de mooie bloemen en het weelderige groen doen met een beetje fantasie denken aan de lusthof van Versailles. Ze stuurt haar water steeds verder in de richting Zwolle. Vechterweert, de laatste van de zeven stuwen tussen de Haandrik en het Zwarte Water. Steeds druk bevaren Zwarte Water is wat blij met de komst van zijn Duitse zuster. Hij zet haar tenminste in een gouden lijstje.